Op de middelbare school Het Rijks in Nijmegen werden meerdere activiteiten georganiseerd in trant van de bekerfinale. De leerlingen konden later op de dag FIFA-toernooitjes doen en ook werden er in de gymzaal voetbalspellen gedaan. De dag begon met een sportief ontbijt waar ook wethouder Jean-Paul Broeren bij was. Hij is positief over het idee van het ontbijt en het onderwerp van vandaag. Nou, sowieso ontbijten op school, hè, is sowieso heel belangrijk, hè, want niet iedereen krijgt thuis ontbijt. Hè. Vaak of zijn ouders druk of soms de financiële middelen natuurlijk. En daarom is het wel belangrijk dat kinderen gezamenlijk ontbijten op school. En als je er dan een mooi thema aan kunt hangen, hè, zoals nu de bekerfinale, ja, dat is natuurlijk helemaal goed. Ja, het bekerfinale thema, echt, het leeft in de stad. Hè. Overal als je ziet, overal vlaggen en overal, het is een stevige storing. Iedereen weet in Nijmegen wat er zondag gaat gebeuren, hè, dat we die beker gaan ophalen in Rotterdam. En dus dat je die kinderen er allemaal warm voor kunt maken, ja, dat is helemaal geweldig. Op de school kunnen leerlingen normaal gesproken ook 3 keer per week ontbijten. Vandaag is dat dus in een speciaal thema. Zowel op de school als bij de wethouder heerst er vertrouwen richting de finale. Ja, dit is natuurlijk super mooi. De leerlingen die zijn hartstikke blij. Er is een ontbijt voor ze georganiseerd. Echt een sportief ontbijt. Misschien wel hetzelfde ontbijt wat de NEC-spelers ook krijgen. Nou, dit is een initiatief vanuit de school Het Rijks. En wij krijgen een subsidie voor de schoolmaaltijden. En af en toe doen we iets speciaals voor de leerlingen. En vooral voor de leerlingen die het echt nodig hebben. Nou, de leerlingen hier, die verdienen dit. Die verdienen een dag dat ze helemaal in de watten worden gelegd. En dat we eigenlijk NEC eren. Want wat een succes maken we met NEC. En komende zondag gaan wij die beker pakken. Nou, ik hoop gewoon dat we gaan winnen. Het hoeft niet dik te winnen hoor. Gewoon een 1-0 in de laatste minuut is voor mij ook goed. Als we dan maandag maar, tenminste ik denk zondagavond al dat de stad ontploft. En dan maandag een groot feest op de Goffertwei.